Welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering van De Passie Van. In dit programma laten we u gewone mensen zien. Gewone mensen met een bijzondere hobby of die een speciaal of apart beroep hebben. Kleurrijke mensen of juist de vrijwilliger achter de schermen bij de vereniging. Geniet van deze aflevering en bedenk, het kan zomaar uw buurman of buurvrouw zijn. Blijf dus kijken. Mijn naam is Jan Strijbos. En ja, ik heb meerdere passies, maar één van mijn passies dat is eigenlijk wel de Stichting Heemkunde Genootschap Kasserij. En de naam zegt het al een beetje, heemkunde, hè, alles van ons heem willen weten. En ook historisch gezien zoveel mogelijk boven water proberen te halen. En ja, daar kan ik heel veel van mijn vrije tijd in kwijt. En ja, wat ik dan eigenlijk wel heel leuk vind, is om verschillende dingen te realiseren. Dat heb ik altijd wel een beetje gehad. Ik ben lid geweest van diverse verenigingen en ook van commissies, van de meeste als voorzitter. En ja, dingen organiseren, dingen regelen, dat zit blijkbaar toch een beetje in mijn bloed. En ja, en wat die heemkunde betreft, wij zijn eigenlijk in de unieke omstandigheid dat we een eigen heemkundelokaal hebben. En daar zijn we geweldig trots op. En ja, voor zo'n klein dorpje is dat wel heel bijzonder. Hè, dat je toch een eigen ruimte hebt waar je zeg maar al die spulletjes kwijt kunt. En ook nog ja, wat kleine objectjes, wat voorwerpen min of meer kunt exposeren voor de mensen die dan ons heemkundelokaal komen bezoeken. Ik moet zeggen, ik heb eigenlijk altijd wel een voorliefde gehad voor historie. Dat komt misschien ook een beetje uit de achtergrond van mijn beroep. Ik ben 40 jaar leerkracht geweest in Oerlo aan de school. En je hebt dan toch natuurlijk veel te maken met verhalen vertellen. En ja, kinderen die genieten altijd als je een mooi verhaal te vertellen hebt. En ja, met name verhalen uit de geschiedenis. En of dat nou Bijbelse geschiedenis of wereldgeschiedenis of vaderlandse geschiedenis is, dat doet niet zoveel ter zake. Kinderen zijn altijd gevoelig voor een heel mooi en boeiend en spannend verhaal. En ik denk dat daar toch een klein beetje de oorsprong ligt van deze passie. Wij zijn een heemkundig genootschap. Heemkunde, dat wil dus eigenlijk zeggen alles willen weten van je heem. De kenniskunde, dus kennis van je heem. En heem, dat is eigenlijk de complete omgeving, zeg maar, waar we mee te maken hebben, waarin we leven. En dat is in dit geval, is dat beperkt tot onze dorpsgrenzen. En daar hoort dan alles bij. We hebben een geweldig breed scala aan onderwerpen. Dat kan de kerk zijn, dat kan de school zijn, dat kunnen de verenigingen zijn. Maar dat kan ook de Tweede Wereldoorlog zijn. Dus ook alles wat met het verleden te maken heeft. Nou ja, daar willen we dus kennis van opdoen. En wat wij dan heel belangrijk vinden, dat is die kennis overdragen natuurlijk aan de mensen die daar interesse in hebben. En we doen dat eigenlijk ook wekelijks, want we hebben nu al vanaf onze oprichting, dus op dit moment al ruim 11 jaar lang, hebben we trouw 2 tot 3 A4'tjes in ons dorpsblad. En daar hebben we dan een oude foto in, daar hebben we allerlei historische verhalen. En op die manier dragen we dus ook de historie van ons dorp uit naar onze dorpsmensen. En wij met onze Heemkundestichting, we hebben een stichtingsbestuur van 7 personen. Wij proberen toch ieder jaar weer een aansprekend project op touw te zetten. En we vinden dus wanneer er wat georganiseerd wordt, dat we ook duidelijk een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in ons dorp. Er worden ook bij de projecten worden heel veel mensen bij betrokken. We schakelen veel mensen in wanneer we ergens hulp voor nodig hebben. Dus ja, we zijn misschien wel een beetje een bindende factor ook op dat gebied. Dus nogmaals, leefbaarheid, ja, daar dragen we zeer zeker, dragen we daar toe bij.
dit plastiek van de schaatsenrijder die hier geplaatst is, dat is een kunstwerkje van Twan van Rens. En dat hebben we hier geplaatst in het kader van een project over de Castrijse Venne. De Castrijse Venne is een staatsnatuurgebied wat we aan die kant zien liggen. Een prachtig broekbosgebied waar een aantal vrij zeldzame planten ook groeien. Nou, wij zijn geweldig trots in Castraai op onze Castrijse Venne. En vandaar dat wij gemeend hebben als Stichting Heemkundig Genootschap om daar een compleet project aan te wijden. Nou, om een klein beetje toch nog te herinneren, een beetje nostalgie aan die tijd, hebben we dus hier in 2010 dit plastiek van de schaatsenrijder neergezet. Dit is een beeldje van Tij Budiger. En Tij, dat was onze dorpstroubadour. Tij met een trekbuul. Het vertelt toch altijd weer een stukje van je dorpshistorie. En dat geldt eigenlijk voor alle monumenten die we hier hebben staan. Dus op de eerste plaats zijn het toch fraaie elementen in het dorp. Er komen vrij veel fietsers hier naartoe. En het is altijd weer mooi als je ziet dat mensen bij zo'n monumentje stilstaan. En ook de tekst lezen en dan toch weer een stukje van onze dorpshistorie meenemen. Ja, dit is een monumentje wat we geplaatst hebben in 2004. En dat is geplaatst eigenlijk ter herinnering aan alle mensen die in de Tweede Wereldoorlog, ik moet eigenlijk zeggen de nadagen van de Tweede Wereldoorlog, gedeporteerd geweest zijn. En we hebben alle namen op een tekstplaat gezet hier. Ja, we zien hier nog een compleet lege sokkel, rustend op 5 kolommen. En hier komt straks de maquette op van het oude dorpscentrum van 1933, het jaar dat Castraai tot parochie verheven werd. Ja, dit beeld van de schansenmaker staat centraal hier op het dorpsplein in Castraai. En dat is een idee geweest ook van het Heemkundig Genootschap. En dat idee is uitgevoerd door de dorpsraad. Schansen die hebben heel veel te maken met Castraai. We hebben straks dus gezien dat we dat project gehad hebben van de Castraaise Venne. Daar werden vroeger schansen gemaakt. Dat waren een soort takkenbossen. En die werden dan gebruikt voor het stoken van de bakkersovens. En voor het stoken van de sopketel bijvoorbeeld bij de boerderijen vroeger. En dan hebben we hier nog een ander monumentje staan. En dat is het monumentje van de Indiëgangers. Dit monument dat is een herinnering aan de 12 Indiëgangers die Castraai gehad heeft. Van die 12 Indiëgangers was er één, Gerrit Arts, dat was een marinier. Die is helaas in Nederlands-Indië gesneuveld. En we gaan binnenkort gaan we daar nog eens extra aandacht aan schenken. En dat ook Gerrit dat hij de eer krijgt die hem toekomt. De historie van ons dorp is natuurlijk, net als in andere dorpen, heel nauw verbonden met de kerk. De kerk die heeft altijd heel centraal gestaan in het leven van de dorpelingen. We zien hier Heilig Haardbeeld. En in 1926, toen is hier voor de toenmalige kapel, is een Heilig Haardbeeld geplaatst. En dat beeld is helaas in 1944 bij het laten springen van de toren van de kerk hier, is dat beeld helemaal vernield geweest. En toen we onze stichting in 2001 officieel opgericht hadden, toen was één van onze ideeën van, ja, we moeten toch zorgen dat zo snel mogelijk bij onze kerk weer een Heilig Haardbeeld komt te staan. Dit is ook een heel mooi monumentje, het Sint Matthias monument. Sint Matthias, dat is de patroonheilige van Castraai. En dit hebben we geplaatst bij gelegenheid van 75 jaar bestaan van de parochie. Ook een van onze projecten geweest toen. Ja, we hebben
in Kassel natuurlijk met de heemkunde een geweldig breed scala aan onderwerpen. En daar hoort natuurlijk ook de carnaval bij. Het monumentje is geplaatst bij gelegenheid van 5 keer 11 jaar carnavalsvereniging in Kasserij, de Schansenknuppels. We hebben gedacht, omdat wij min of meer voortgekomen zijn uit de carnavalsvereniging, toen kwam ook eigenlijk het idee van, goh, we moeten in Kasserij een historische club oprichten. We staan hier bij een oorlogsmonument. Dat hebben we geplaatst bij gelegenheid, of eigenlijk ter herdenking van enkele slachtoffers van een vliegtuig wat hier in de Tweede Wereldoorlog is neergestort. En hieronder is moeilijk te zien nu, maar daar zie je 6 kruisjes en die staan dan voor elk van die 6 slachtoffers. Ja, dit is het beeld van Nico van Melo. En daar hebben we heel fijne herinneringen aan het project over de Hengstenassociatie Vooruitgang. En het beroemdste trekpaard van Nederland, Nico van Melo. We hebben een Nico van Melo fietsroute uitgezet. En die wordt op 1 juni wordt die route officieel geopend door wethouder Jan Lonen. En dan gaan we die route ook fietsen en onze Nico die heeft daar zijn naam aan verbonden. Ja, de tijd die ik verder besteed aan heemkunde, mag ik wel zeggen, dat is toch ontzettend veel. Heel dikwijls begin ik al 's morgens met computerwerk en soms zit je even tussendoor eten. Maar voor de rest vrijwel de hele dag dat je bezig bent met het voorbereiden van verschillende projecten. Maar goed, als je dingen dan toch wel graag doet, dan vind je dat ook niet zo erg. En dat je ook naar de buitenwacht toe, dat iedereen toch met tevredenheid op dingen terug kan kijken. En ikzelf natuurlijk ook, dus dat is ook belangrijk. Ja, zoals deze 2 mensen hier, die ook heel tevreden kijken. Dat is nog een prachtige oude tour die hier in Kasserij gedragen is door een mevrouw tot 1964, toen is zij overleden en zij was de laatste toerendraagster hier in Kasserij. Nou, dat heeft alles te maken met het boerenleven. Dat is nog een van onze items die we dan ook in de toekomst nog moeten gaan uitwerken. Iets meer over de gebruiken, de gewoontes van vroeger. Waar hielden de boerenmensen zich zoal mee bezig? En misschien dat we dat een keer in een fotoboek gaan verwerken met wat korte teksten erbij. Dat houdt dus ook in dat je naar mensen toe moet en de mensen moet vragen van wie staat op die foto, bij welke gelegenheid is die foto gemaakt. Liefst ook het jaartal erbij als dat kan. Dus daar hebben we nog aardig wat werk te verzetten. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van De Passie Van. Kent u ook iemand in uw omgeving die een passie heeft? Een verzamelaar, een knutselaar, een natuurfreak, een kunstenaar of iemand die zijn werk als passie heeft? Geef deze persoon dan op aan de redactie van Pil & Maas TV of Weekblad Pil & Maas. Tot de volgende Passie Van!